In Nederland mag je niks bouwen zonder dat je een omgevingsvergunning hebt. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Ook al geven we hem zelf uit als het aan de regels voldoet. Dus dat was de eerste reden waarom het ietsje langer duurde. En toen was het allemaal geregeld voor de kerst. En toen ging het heel hard vriezen. En als het vriest kun je geen uh, beton storten of heel moeilijk beton storten. Dus ja, dan moesten we even op wachten dat het dooi is. Nou, dat is het nu. Dus ze zijn nu met man en macht aan het werk. En als het goed is, zo halverwege maart, is het klaar. Hoe kan het dat die vergunning zo lang op zich liet wachten? Dat is heel gemakkelijk. Je moet gewoon een vergunning aanvragen en alle uh, zaken daarin stoppen. Nou, we hebben natuurlijk uh, bedacht dat we uh, een duurzame luifel wilden, dus toen moest het even overnieuw. Uh, de economie trekt aan, dus er worden ongelooflijk veel vergunningen aangevraagd. Dat is heel positief hè, voor huizen, voor bedrijven. Uh, ja, projecten van de gemeente gaan net op dezelfde plek op de stapel als van ieder ander die een aanvraagt. Dat gaat niet in een voorkeursbehandeling, dat zou ook niet kloppen. Dus ja, het loopt voor iedereen een beetje langer voordat vergunningen er zijn. Dus ook voor onze eigen bushalte. Eigenlijk was het idee om deze luifel voor de winter klaar te hebben, voor de neerslagperiode begon eigenlijk. Dat is niet gelukt. Uh, vindt u dat niet heel jammer? Ja, natuurlijk is dat jammer. Um, met die bak sneeuw die gekomen is, had ik liever een grotere wachtruimte gehad. Nou hadden we natuurlijk gewoon noodruimtes, hè? dus mensen stonden niet compleet uh, zonder overkapping. Uh, Prora heeft ook heel veel op de stations aangepast. Um, dus ja, je had het liever af willen hebben. Was het een ramp dat het niet is? Nou, dat is het ook niet. Um, en nou is hier maart, dus... Uh, als het in maart gaat regenen, als het voorjaar komt, dan dat hoort ook een beetje bij het voorjaar. Hebben we hem mooi klaar en dan is het ook goed. Hoe gaat het eruit komen te zien? Eigenlijk zie je helemaal niet zo vreselijk veel. Want het is een grote overkapping waar de zonnepanelen in zitten. En die rust op een aantal stalen pijlers. Dus wat je eigenlijk ziet is bijna een zwevend dak met pijlers eronder. En natuurlijk zit daar verlichting onder, dat je niet in het donker staat in de winterdag of s'avonds. Er zit ook een plaatje vlakbij het station. Dus ieder die bij het station overstapt van de bus, de trein, of andersom, of op de bus, op de bus. En die kan gewoon zien ook hoe het eruit ziet. Of je moet even op de gemeentelijke website kijken.